Er was iemand die had een tip gegeven. Kijk, ik las trouwens zo net gewoon dat Justin Bieber. Dat is echt een of andere gekke storm. En dan gaan we hun ook weer gewoon meenemen, hè? Naar een nieuw huisje. Goedemorgen, dames en heren. En welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Leuk dat jullie er weer allemaal bij zijn. Ik ben nog aan het wakker worden, zoals jullie zien. En vandaag ga ik gewoon een challenge aangaan. Voor de mensen die de vlog van gisteren hebben gezien, die weten dat ik vandaag zo weinig mogelijk schermtijd ga proberen hebben op mijn telefoon. En ik heb alleen nog maar mijn wekker uitgeduwd, dus ga ik nu gewoon opstaan en ontbijten. Let's go. Zo, dames en heren, jullie zien het. Ik heb mezelf even helemaal opgefrist. Ik heb ook al ondertussen ontbeten samen met Bo. En het is nu, ja, ik weet eigenlijk niet hoe laat het zelfs is. Ik heb mijn telefoon echt wel de hele ochtend niet bij me. Dus ik weet eigenlijk ook niet, we hebben geen klok in huis ofzo. Dus ik weet zelfs niet hoe laat het nu is. Maar ik zit echt al een lange tijd niet op mijn telefoon. Voelt wel chill eigenlijk, zoals een ochtend zonder. Normaal dan check ik direct alles en kijk hoe de vlog gaat, kijk naar de reacties. Ja, al die dingetjes eigenlijk. Check de socials, maar nu nog gewoon niet. Voelt wel eens goed. Ik zal dan in de tussentijd maar eventjes de brievenbus checken, want dat heb ik weer eventjes niet gedaan, dus... Kan ik nu weer even doen. Helemaal niks. Wat? Soms verbaas ik me er nog steeds over hoe weinig post ik krijg. Maar ja, het is best wel chill eigenlijk, want ik heb ook alle zakelijke dingetjes. Ik heb dat alles uitgelegd denk ik in de vlog, maar alle zakelijke dingetjes komen gewoon op mail bij mij. Spaart papier natuurlijk, dus niks in de post, super chill. Heerlijk mensen, het is vandaag weer een lekker zomersdagje voor nog eens een keertje. Want dat is alweer een tijdje geleden eigenlijk dat het nog zo warm geweest is buiten. Nu ik hier zo de kippen zie, er was iemand die had een tip gegeven in de comments. Van Senne, je moet geen stro gebruiken, maar hooi. En dat gebruik ik. Ik heb daar zelfs 2 weken geleden nog over geleerd wat het verschil is tussen stro en hooi. Stro komt van graanstengels, hooi is gemaaid gras. En ik heb dus hier sowieso al dit liggen. Dat is echt een hele zak vol hooi. Kijk, hier is het bewijs. Hooi. En voor de mensen die echt dagelijks de vlogs checken, die weten dat ik zelf een bot, noemt dit volgens mij, hooi, heb mee mogen nemen van bij de boer. Omdat we dus mee waren gaan helpen, heb ik dat dus gekregen. En die persoon gaf die tip van, joh, je moet hooi gebruiken omdat die beesten daar niet echt... inkruipen of zoiets. Wacht, ga de comment er nog eens bij pakken. Hier staat ze nu in beeld. Ah ja, voilà, daar kruipen geen bloedluizen in en in stro wel. Maar ik heb nu voorlopig in het hok helemaal nog niks liggen, omdat ik het voorlopig nog aan het behandelen ben. Maar dan ga ik er natuurlijk terug hooi inleggen. Dat is beter voor hun. Maar thanks voor de tip. Weten jullie nog hoe ik net zei dat het echt prachtig weer was buiten en dat het lekker warm was? Wel, kijk nu maar eens even hier uit het raam. Wat is daar aan het vormen, mensen? Dat is echt een of andere gekke storm. Check dan die lucht. Wajo. Wow, het ziet er echt creepy uit eigenlijk, als je dat zo ziet ook op camera. Ja, ik zat even in de studio een beetje te werken en opeens werd het echt helemaal donker buiten. Ik dacht, wat is dit nu weer? Ja, dat dus. Poh. Wow, check dan mensen, wat is dit dan? Kijk, wow, ik doe de deur open. Het waait echt hard. Creepy dit wel. Echt een herfstweertje hoor. Poeh. Justin Bieber blijft zo'n vibe, mensen. Ik las trouwens, wacht even. Wat? Hey! Even kijken, ik las trouwens zo net gewoon dat Justin Bieber bevallen is. Of ja, Justin Bieber natuurlijk niet, maar zijn vrouw Hailey. Blijft zo gek altijd, hè, als zo'n mensen die je zo lang kent, zoals artiesten of zo, bekende mensen, als die dan ineens een kind krijgen. Dat blijft altijd zo raar, vind ik. Maar zijn muziek blijft wel echt top. Ik had vroeger ook echt zo'n Justin Bieber kapseltje. Zo'n lange haren tot hier ongeveer. Ik denk dat iedereen, elke jongen die periode wel gehad heeft. Maar toen ik dat had, kende ik Justin Bieber nog niet eens. Maar ik had wel zo'n kapsel. Dit lied heb ik zoveel geluisterd vroeger, mensen. Where Are You Now? Van Skrillex, Diplo en Justin Bieber. Oh, wat een tijden toch, hè? Ik zit zo even te kijken hier naar deze deur en het ziet er eigenlijk best zielig uit hoe alles hier zo op één plekje hangt. Maar we hebben dit dus pas, of ja, pas, wat zei ik nu weer, pas. Toen we hier pas kwamen wonen, dat bedoel ik, toen hadden we dit helemaal ingesmeerd met een soort, hoe noemt dat nu weer, magneetverf. Alleen niet genoeg, dus het plakt niet overal even goed. Dus nu hangen eigenlijk al de dingetjes die hier hangen, hangen op een plaats waar het het beste plakt. Dus ik denk dat we heel dit stuk en zo nog meer hadden... Of gewoon heel die deur had überhaupt meer verf nodig, magneetverf. Dus het is best wel zonde eigenlijk. Het ziet er gewoon zo zielig uit, besef ik me nu. Echt zo op heel die deur alleen hier dingetjes hangen. Er zijn trouwens wel echt leuke dingen die erop hangen. Dit was van bij de première van een nieuwe film in Brussel. Dit was onlangs bij 10 om te zien, bij de Toychamp.
Dit is Baldiep, dit is Gijs. Nog vrienden van ons. Ja, Siebe kennen jullie ook. Kaan en Fabio ben ik pas geweest. We hadden er denk ik nog, maar die zijn er afgevallen. Die liggen hier misschien op het karretje. Hier was het heel duidelijk dat het No Shave November was. Het trok eigenlijk echt op niks, hè mensen. Ga ik dit jaar zeker niet meer doen. Ik ga gewoon mijn snor scheren. Oh, dit was trouwens ook echt lachen. Met Seppe, Niels en Gijs, Arzo naar de kermis in Hasselt. Was echt gezellig. Zo, dit lijkt wel echt een zonsverduistering gewoon. Kijk hoe donker het is dan. What? Maar, kijk eens. Als ik hier de deur open doe, dan staat er weer iemand voor de deur, hoor. Ze is gaan studeren. Oh, wat een weertje, hè? Vind je niet? Slecht, hè? Ja. Hoe is het studeren gegaan? Heel slecht. Oei. Gaat het? Morgen word ik verwacht om 8:30, 9:00 voor alles opnieuw. Echt? Ja, vandaag is Bo Excel gaan studeren bij haar stiefpapa. Nee, ik moest het nu zelf een examen invullen. Oh. Ja, een proefexamen. Ik heb dat doorgeschreven aan mijn leerkracht. Ik had erachter gevraagd. Het examen van bij kerst. Maar hij heeft er vertrouwen in. Wie? Mijn stiefpapa. Oh, ja. Dus die gaat u morgen helpen? Komt. Ja, hij gaat me morgen helpen. Ja, top. Want dat examen heb je maandag, hè? Ja, dat is al de vierde keer dat ik het examen ga maken. Oeh. Ja, nu niet op hoofd en diploma kan ik er naar fluiten, hè. Ik heb net nog een TikTok gestuurd van, over Excel. Had je het gezien? Ja, ik heb dat ook ooit gehad. Echt één examen of zo. Ik weet zelfs niet hoeveel ik daarop had. Ik weet zelfs niet of ik dat heb meegemaakt. Waarschijnlijk niet. Ik ben gewoon niet komen opdagen. Oh. Net weer even gezellig live geweest op TikTok, mensen. Ik ga vanaf vandaag proberen dagelijks live te gaan ook op TikTok. Dus als je me nog niet volgt, hier staat het in beeld. Dit is mijn TikTok-account of link in de beschrijving. Dan kun je me daarop volgen. Ik heb bijna de 10.000 volgers op TikTok. Crazy. Echt veel eigenlijk. Daar ben ik ook al lang actief op. Dus het was super gezellig. Maar nu ga ik wel echt slapen. Want ik ben zo moe van de laatste dagen zo laat te werken. Maar het goede nieuws is, al mijn editwerk, daar loop ik nu een beetje mee op schema. Het is allemaal afgewerkt. Dus kan ik me weer volledig storten op jullie, op de vlogs. Langere content. En sowieso, ik weet dat ik jullie veel aan het teasen ben. Maar volgende week... Poeh, de vlogs dan. Ik heb er super veel zin in. Ik ga iets doen wat ik nog nooit gedaan heb. Samen met Gijs. Dus ja, echt zin in. En ik zeg volgende week, maar daarmee bedoel ik eigenlijk begin volgende week. Want eigenlijk is het nog maar enkele dagen. Dus jullie moeten niet meer zo lang in spanning blijven wachten. Weet je wat de grootste struggle gaat zijn volgens mij als we gaan verhuizen? Nee. Die zetel. Inderdaad. Kijk mensen. We hebben zo'n mega zetel als we een nieuw huis gaan... Ja, als we gaan verhuizen, moeten we wel echt zien dat we plek genoeg hebben om deze te zetten. Ja, hoe verhuis je dit? Ja. Vorig jaar hebben we dat gedaan met echt die grote, grote bus van uw opa nog, maar die is weg. En dat past natuurlijk ook maar net, hè? Ja, maar wel volledig, hè, besef. Ik denk dat zo één stuk nog niet eens... Ja, misschien wel zo die kleine stukjes. Je kunt u ook opsplitsen als natuurlijk, maar... Wassen. Ja, inderdaad. Maar ja, dat is allemaal dan voor dan pas. Dus jij, Poeri, dan gaan verhuizen. Poeri, wat vind je daarvan? Ook zo'n cute. Die is zo goed opgevoed, Poeri. Carlos niet, hè. Maar dat die gewoon niet zelf naar boven loopt. Ja. Dat die altijd dragen naar boven. Die weet dat hij daar niet mag komen. Ja, dan gaat hij altijd hier zitten wachten. Tot ik die kom halen. Ja, lief, hè. Want door de dag mogen ze alleen in de living. Ja, omdat, kijk. Ja. Dat zou ook echt super nice zijn als we iets nieuws vinden. Als we ruimtes hebben die allemaal aan elkaar zijn verbonden. Gelijk nu, we hebben hier de woonkamer. Dan moeten we door een deur voor naar de hal te gaan. Dan door nog deze deur voor naar de keuken te gaan. Maar het zou dus super nice zijn als er allemaal één geheel is. Bijvoorbeeld keuken, eetkamer en dan woonkamer. Want dan hebben die katten ook veel meer plaats. Dus, en is ook gewoon gezelliger, vind ik. Als je zo keuken en de living samen hebt. Maar zoals ik al zei, mensen, die zoektocht die... Komt nog wel. We zijn echt nog maar aan stap 1 en dat is hier gewoon dit te koop gaan zetten. Klinkt nog steeds zo gek als ik het zeg in de vlog ook. Maar ja, het is wel gewoon wat er gaat gebeuren. Poesjes, slaappijl. Tot morgen. Ik zie jullie morgen vroeg weer. Kijk eens wat een kamer dat die eigenlijk hebben. Hè. Het is er wel een bende met al die korrel en brokken die hier liggen. Maar zo, als ik een poes was, als ik een kat was en ik had zo'n kamer. Wow, is wel nice. Ik ga niet liegen. Wat trouwens ook wel een nice dingetje is, is dat ik heel veel in het verleden ben verhuisd met mijn mama. Ik denk echt in totaal misschien, even denken. Misschien 11 keer of zo ben verhuisd in mijn leven met mijn mama, dus ik weet wel hoe het moet. En ik weet ook dat ik dat toen als kind altijd heel fijn vond om te verhuizen.
Gewoon weer iets nieuws, een nieuwe omgeving. En ik denk dat ik daarom ook ergens niet lang zou kunnen blijven. Ik vind het net een beetje leuk om die vernieuwing te hebben, weer een nieuwe omgeving. Dus, ik sta hier bijna op een kat. En dan gaan we hun ook weer gewoon meenemen, hè, naar een nieuw huisje. Maar zoals ik al zei, mensen, ik praat er nu een beetje veel over, omdat het natuurlijk ook veel besproken wordt in de familie en zo de laatste tijd. En ik vertel gewoon altijd tegen mijn camera waar ik mee zit of waar ik graag over wil babbelen. Maar het is waarschijnlijk nog wel een beetje ver weg. Het kan natuurlijk sneller gaan als we denken, maar zoals ik net al zei beneden, we zitten nog echt aan stap 1 en dat is verkopen eerst. Het is gewoon leuk om erover na te denken. Dat er weer allemaal nieuwe dingen gaan gebeuren en zo. Ik vind dat wel fijn. We liggen weer lekker in bed, mensen. Maar voordat we gaan slapen, moeten we dus even nog iets bekijken. En jij weet wat? Wat? Wat hebben we gisteren afgesproken dat we vandaag gingen doen? Ah, schermtijd. Ja. Oei, maar ik heb er echt veel op gezeten, denk ik. Is het? We hebben dus ons wel aangehouden om pas echt na het ontbijt. Ik denk dat ik pas om 10 uur of zo op mijn telefoon zat. Hoeveel heb je? Ah, nee, toch wel echt minder. Ik ga eens kijken hoeveel ik heb. Hoeveel heb jij? 4 uur en 14 minuten. En ik heb 4 uur en 9 minuten, maar eigenlijk maar 3 uur. Want ik ben ongeveer een uur live geweest, hè. Dat is op wel TikTok. Waar. Dus dat telt dat ook. Schermtijd, hè? Ja, maar ja. Dat is livestreamen. Dus hoort bij de job van YouTube. Dus eigenlijk heb ik maar echt 3 uur en 13 minuten echt op mijn telefoon gezeten. Dat is wel een uur minder als gisteren. Hoeveel had je? Dus Bo had... Pof, donderdag had je bijna 8 uur, Bo. Dat kan echt niet. En dan vandaag 4 uur. Dus misschien is dat wel een goede regel om gewoon elke dag pas na het ontbijt... Eigenlijk wel. Ik had donderdag ook al veel meer, had ik 5 uur en dan... Wat was het donderdag dat we zo wel op onze gsm zaten dan? Ja, dat weet ik niet. En dan gisteren had ik 4 uur. Vandaag ook 4 uur, maar ik ben dus een uur... Oh, dit is het daily. Vandaag dus ook 4 uur, maar ik ben dus een uur lang live geweest op TikTok. Dus dat mogen we eigenlijk niet meetellen, hè? Vind ik. Maar ja. Misschien werkt het dus wel, hè? Van gewoon pas na het ontbijt. Maar ja, morgen sta ik weer niet vroeg op, dus dan ontbijt je ook wel vroeger, hè? Dat is waar. Maar ik ben er toch bewuster van geweest, ook door de dag... Bijvoorbeeld als ik naar het toilet ga, neem ik ook heel vaak mijn telefoon mee. Dat jij heb ik nu niet altijd. Gedaan. Ik nooit. Ja, maar jij, alsnog heb je meer uren dan mij, dus je moet niet veel praten. Morgen wordt trouwens ook weer een hele leuke dag, want mijn neef komt mij rond de middag ophalen voor naar een evenement te gaan van auto's. Ik weet niet goed precies wat het is, maar hij heeft mij meegevraagd om foto's te maken en zo, omdat mijn neef verhuurt een race simulator. Ik zal er morgen allemaal filmen, ik neem jullie gewoon weer mee. Nog iets leuk morgen. Waar je misschien naartoe gaat. Ja, misschien als ik dat haal. S'avonds komt Average Rob inderdaad optreden in Hasselt. Maar hij gaat super druk zijn. En ik weet niet of ik op tijd terug ben. Dus dat zullen we morgen nog wel zien. Maar morgen dus, leuke lange vlog. Wees er weer bij. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren, mensen. Hopelijk hitten we nog de 6000 subs in augustus. Daar gaan we voor. Yes. We hebben nog een week tijd. Dus laat jullie lekker gaan. Sub even. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Doei!